kerstfeest herdenkt de geboorte van Jezus. Speciale wensjes voor jou. En welke stal vind jij het leukst? Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Door christenen over de hele wereld wordt er bij de kerstmis of het kerstfeest de geboorte van Jezus Christus gevierd. Dat is op 25 en 26 december. Maar ken jij het verhaal van de geboorte van Jezus? Het verhaal van de geboorte van Jezus begint al eigenlijk eeuwen eerder. Toen had God de Vader al door de profeten van Israël, dat waren mensen die door God geleid werden door de Heilige Geest, had God verteld, eens gaat zijn Zoon komen, de Messias. Wanneer, wist niemand. En zo kwam op een dag de engel Gabriël van God bij Maria en vertelde haar, zij is uitgekozen om de moeder te worden van Gods Zoon. En zo, 9 maanden later in de stal van Bethlehem, daar werd Jezus geboren. Maria en Jozef waren daar. Maria had het kind Jezus gewikkeld in doeken en het gelegd in een kribbe. Een kribbe is een mooi woord voor een plek waar de dieren kunnen komen eten, stro en hooi. En de dieren waren daar, de schapen en een os en een ezel. Engelen laten zingen voor de herders in de buurt. De herders, dat waren echt arme mensen in die tijd van Jezus. En dat juist was belangrijk voor God. Want zijn Zoon moet een koning zijn voor arm en rijk, voor heel de wereld. Een koning die vrede gaat brengen en ons gaat verlossen, gaat redden van de machten van het kwaad, van het duister. En zo, die nacht was er licht aan de hemel. En de engelen die zongen over de vrede die God gaat brengen door zijn Zoon. De herders die gingen naar Bethlehem en zij vonden in de stal het kindje Jezus met Maria en Jozef. En de herders die waren blij, want ook zij wisten dat er al eeuwenlang was voorspeld door de profeten dat eens de Zoon van God zou komen en nu mochten zij erbij zijn. Niet zo lang daarop kwamen de wijzen uit het oosten. Ze hadden een ster gezien aan de hemel. En die ster had hen doen weten van, er is een heel belangrijk persoon op aarde geboren. En zo waren ook de wijzen uit het oosten gekomen. En ze brachten geschenken voor de pasgeboren koning. Het kindje Jezus. Goud, wierook en mirre. Mirre is een balsem waarmee heel belangrijke dingen gezalfd worden. En het kindje Jezus is heel belangrijk. En zo hebben de herders, de wijzen uit het oosten en Maria en Jozef het kind Jezus in hun midden gehad. En ook wij in geloof en in liefde keren ons hart tot de Heer. En wij zeggen tot God in de hemel, dank u Vader dat u uw Zoon in de wereld geboren hebt doen worden om ons te redden en de echte liefde en vrede te brengen. De geboorte van Jezus Christus vond plaats in een stal in Bethlehem. Kinderen kunnen het verhaal beter onthouden als ze een stal tegenkomen. Vorig jaar was er door het bisdom gevraagd aan enkele scholen om een eigen creatie van een stal op te zetten. Wij brengen jou terug naar deze mooie werkjes van de verschillende scholen. Ik ben hier om slechts te helpen met de begeleiding, want er komen kinderen van de verschillende scholen en dan hebben ze sommigen een beetje uitleg nodig. Je loopt met ze mee en je helpt ze bij de vragen die ze hebben, dus ik ben slechts de begeleidster. Deze vind ik ook mooi. Dit is weet je waarvan ze het hebben gemaakt van? Wasknijpers. Als je die houten wasknijpers openmaakt, als je die houten wasknijpers openmaakt, dat hebben ze gebruikt en dan hebben ze het netjes geplakt aan elkaar. Ik heb souvenirs gezien, like kerststallen,
Ik heb kerstbomen gezien, gemaakt van hout. Kerststallen waren van klei, karton, wasknijpers. Het was mooi, prachtig, zo creatief. Jozef, en hier heb je het kindje Jezus. Ik heb het kindje van Jezus. Kijk naar die engelen, kijk eens naar die engelen. Wow! Ja. De meesten weten wat kerst is, dus wanneer ze, en ze weten niet wat die kerststal is. Omdat de kerststallen je eigenlijk nu, anno 2019, het meest vindt alleen in de Rooms-Katholieke kerken. Ja? En dus ze komen en ze beseffen niet wat de kerststal is, dus dan leg je ze uit. En dan kijken ze en dan zeggen ze, oh ja, en daar heb je kindje Jezus. En kijk, en daar heb je moeder Maria. Omdat ze het al gehoord hebben, ze hebben het geleerd op school. Ze waren mooi, het was heel creatief. En de kinderen, die hebben gemaakt. Eentje was met dingen gemaakt, triplex, en dat was heel mooi. Handjes op je rug. Oh my god. Ja, die handjes blijven op je rug en dan gaan we ernaar kijken. Handjes op je rug. Handjes op je rug. Handjes op je rug en dan gaan we ernaar kijken. Oké, weet je wat dit is? Waarvan het dak is gemaakt? Van hout, weet je? En de schaar. Dit hout zeggen ze ook wel de bast van die boom. Ja, wanneer je thuis bijvoorbeeld die dennenboom hebt, die bast ervan, ze noemen het ook wel de boomschors. Dat is hebben ze hier gezet op een dak. Het wordt levend, want wij mensen moeten dingen zien. En als je het ziet, dan krijg je een ander beeld ervan. Dus het wordt levend voor hun. En dan sommige kinderen hebben ook gezegd, ja, ik wil ook een kerststal hebben. Omdat ze ook dan eigenlijk iets tastbaar hebben en erover kunnen praten. Bij het kerstfeest hoort er ook kerstwensen bij. Wij hebben een collage gemaakt van enkele mensen die jou op een leuke manier fijne feestdagen willen toewensen. Fijne kerstdagen. Fijne feestdagen. Vrolijk kerstfeest! Vrolijk kerstfeest! Merry Christmas! Merry Christmas! Bij deze wil ik de totale Surinaamse gemeenschap een fijne kerst toewensen. Nou, mijn kerstwens is dat ondanks de situatie in het land, ik weet dat het een heel moeilijk jaar is geweest voor een aantal mensen, maar dat we ondanks die situatie toch nog deze dagen heel leuk, tenminste met onze familieleden en zeg maar dicht bij je vrienden, het jaar heel leuk kunnen afsluiten. Mijn wens is dat we allemaal mogen bezinnen, mogen nadenken wat we dan beter kunnen doen. Dus mijn grootste wens zou zijn, geen dieren meer op straat. Ik wens mensen een COVID-veilige kerst. Maar ook de jeugd zou ik adviseren dit jaar. Heb er begrip voor als je mama en papa je vertellen, of je ouders je vertellen dat het dit jaar even niet kan. Laten we met deze kerst, die we heel anders moeten vieren, denken hoe kan ik mijn geloof en mijn liefde meer centraal houden in mijn leven. Ook wanneer COVID voorbij is. Dus voor 2021 wens ik daarom toe dat wij blij zullen zijn, ik ook, als COVID-tijd voorbij is. Maar dat we wel vasthouden, tijd blijven maken voor God, tijd blijven maken voor onze medemens. En de liefde die niet vanzelfsprekend is, centraal houden. En dan in die zin wens ik u allen en ook allemaal jullie jongens en meisjes zegenrijke kerstdagen en een gezond en een gelukkig 2021. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken en ik wens jou gezegende feestdagen. Sribi Shuti, doei doei!